Yes, Daily Struggles, we zijn er. Een brand new show waarbij we alle struggles van nu bespreken. Ja, hier op deze bank, maar wat bespreken we eigenlijk hier? Ja, we bespreken alles waar jij en ik tegenaan zouden kunnen lopen. Mijn naam is Benjamin Conté. En mijn naam is Ruby. En join the community van Struggelaars. Elke woensdag om 7 uur. Tune in. Snap je? Support een beetje. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Daily Struggles. Mijn naam is Ruby en ik zit hier met Benjamin. Yes, we zijn er weer. En vandaag is de Daily Struggle. Het is lastig om in deze generatie liefde te vinden. Ja, want Ruby wou per se deze struggle hebben. Ja. Het is even een oproep naar iedereen to step up your game, want het is helemaal wack. Maar echt. Ik wil wel nog erbij zeggen van de mensen die dit voor het eerst checken, welkom. Yes. En vergeet niet te abonneren, te liken en subscriben. En als je via Spotify luistert, hallo, maar graag, alsjeblieft, 5 sterren. Oké, ga door. We hebben most likely, en in het deel kunnen jullie ons beter leren kennen. Zeker. En de most likely is, wie van ons zou als eerst single eindigen? Ik heb hier dus best wel lang over nagedacht. Ja. Yeah. Maar ik denk jij eigenlijk. Ik denk ook ik. Maar ik zou, ik weet niet eens waarom. Want waarom denk jij? Ja, ik ben op een punt, ik ga gewoon niet settelen. Wat? Ik ga niet settelen. Maar hoe niet? Settelen in de zin van dat, zeg maar, ik niet ga de bare minimum ga accepteren. Okay, gewoon puur omdat ik in een relatie wil zitten. Mm-hmm. En ik heb ook een soort van het idee van zo'n single auntie. Dat heb ik geromantiseerd. En ik voel die vibe wel. Ja, nee man. Jij niet? Eerst dacht ik wel dat ik het zou zijn. En dat zat er voornamelijk in, omdat ik dacht van ja, jij zal misschien sneller in relatie stappen, omdat je wel over het algemeen meer een relatievrouw bent dan ik. Ja. Dus toen dacht ik van ja, ik ben gewoon wat gewoon contenter met mezelf. Maar ik dacht van ja, als ik gewoon geduld blijf hebben, dan ga ik diegene vinden. Mm-hmm. Waar jij misschien aan het hoppen bent. Ik heb minder geduld. Ja, ja, dat is wel zo. Ja, jij gaat gewoon van, oh, wat zei je nou laatst? Je zei van, ja, ik kan gewoon binnen een week wil ik gewoon eigenlijk, wat was dat nou? Shit. Je zei iets van, ik weet niet precies hoe je het zei, maar je zei iets van, ja, binnen een week kan ik in principe, als het goed voelt, in een ben relatie. Ik verliefd. Ja, dat was hem. Ja. Ik ben gewoon snel verliefd. Ja, dat was maar dan moet het wel allemaal kloppen. Ja. En dat vind je niet vaak. Nee. Dan gaan we meteen wel weer door naar de Daily Struggle. Het is lastig om in deze generatie liefde te vinden. Mm-hmm. Want mm-hmm, kijk, preach. Jij zegt, jij wou per se deze Daily Struggle. Yeah. Dus dan mag jij ook uitleggen van waarom is het lastig om in deze generatie liefde te vinden. Ik denk dat ik ergens gewoon een beetje een hopeless romantic ben. En er is gewoon geen romantiek meer te vinden. Ik heb op mijn 23ste mijn eerste bosbloemen gehad. Zeg maar een serieuze. Kijk, ik heb daarvoor wel een bosbloemen gehad, maar dat was een sorry. Ja. Dat telt niet mee. Uh-huh, yeah. Echt gewoon een bloemetje op de eerste date. Yeah. En dat was gewoon zo'n verademing of zo. Dat ik dacht van, yeah, oh, oké, dit vind ik eigenlijk best wel leuk. Yeah. En je komt het gewoon niet vaak tegen. En ik denk dat als er meerdere mannen zo zouden zijn, dat er gewoon wat leukere. Ja, dat is gewoon spontaner. Oké. Okay. Ik ga zo, want ik heb het ook hoor. Ik heb ook. Maar één ding, hoezo heb jij, je zegt wel mannen, je hebt een bosje bloemen van mannen gekregen. Maar hoeveel bosjes bloemen heb jij aan mannen gegeven? Ja, en dit vind ik dus een heel ikkie. Ik hou niet gewoon van even dit eerlijk gesprek. Ja. Ik hou niet van dit. Waarom willen jullie bloemen? Waarom wil jij bloemen? Waarom zou jij bloemen? Jij zegt net, het is leuk om bloemen te ontvangen, toch? Ja. Met die reden. Ik zou oprecht, als een vrouw gewoon thuis komt en ze zegt, ja, maar hey, dat wacht, nee. Ja. Ze heeft eigenlijk heel hard gewerkt, net zoals ik. We komen beide thuis en ze zegt, ik heb hier een bosje bloemen voor je, want dankjewel gewoon. Mm-hmm. Verliefd. Mee eens. Verliefd. Mee eens, maar dan ben je al in een verder stadium. Al waren we aan het daten. Nee, en zij komt, dan ga ik niet met een bosje. Stel, we hebben een date. Ik zou wel een beetje raar vinden, maar, ja, maar ik zou wel denken. Ja, maar dat is omdat jij, zeg maar, ik heb het gevoel als ik op date meegenomen word, iemand moet mij inpakken. Wow. Oh. Wow. Zeg maar, ja, dan ben ik toch ergens wel traditioneel, waarbij ik het gevoel heb dat soort van het wel van die kant moet komen. Yeah. En op later ben ik wel echt iemand, ik ben
ja, wat dat betreft wel romantisch. Maar in het begin wil ik nog het meer van de andere kant voelen. Ja. Ik heb, om even terug te komen bij de stelling. Ik heb één relatie gehad. En na die relatie ben ik 4 jaar single geweest. Ja. Yeah. Wat veel mensen... Ik krijg er soms echt rare reacties door trouwens. Van wow, is wel lang hè? Wil je niet... hoe komt dit? Gaat het wel goed? Yeah. Zeg maar dat ik denk van, yo, ik geniet. Yeah. Ik geniet echt. Maar ik heb wel zeker even gehad, ik denk, laten we zeggen, na 2 jaar, dat ik wel dacht van, het is oprecht lastig, zeg maar. Toen kwam de angst van, blijf ik altijd single? Kan ik gewoon niet... Is het niet meer te vinden? Snap je? Ga ik niet mijn vrouw kunnen vinden? Maar ik had het dus met mijn moeder hierover. En zij zei, vroeger date je niet eens. Je vond elkaar leuk en je ging iets aan. Yeah. Of je had gewoon geen klik. En dat is nu niet zo. Mensen willen het allemaal maar aankijken en een beetje uitstellen. Kat uit de boom. Bladibladibla. Ja. En dat, zeg maar, waar is het gewoon van, oké, let's go. Yeah. Ik mis dat. Gewoon proberen, kijken hoe het is. En zo niet, dan niet. Maar dat mist. Mis ik echt heel erg. Ik hou ook wel van... ik ben sowieso ook een guy... Ik hou van dat... Ik ben ook wel een beetje oud. Als in, hoe noem van oude stempel. Ja, letterlijk. Ja, man. Ik hou ervan om een vrouw op te halen. Ja. Ergens naar een restaurant te gaan. Met z'n tweeën. Ik ben niet iemand die een bosje bloemen meeneemt. Dan nog. Dat heb ik wel heel erg van. Sommige dingen moet je ook verdienen, snap je? Je gaat niet alles in één keer kunnen krijgen. Dus je hebt bepaalde fases, dit is hoe het bij mij werkte. Ik heb bepaalde fases en per fase krijg je een nieuwe level erbij, zeg maar. Dus je moet ze steeds unlocken. Even een beetje... Snap je? Yeah. Want stel je voor dat ik alles in 1 keer geef, dan wat heb ik over 10 jaar of 20 jaar te geven? Ja. Yeah. Think about it. Ik ben benieuwd. We hebben het over romantische dates. En dan is de blind ranking top 5 romantische dates, toch? Ja, yeah, die heb ik. En voor de mensen die niet weten wat een blind ranking is, het is heel simpel. Ruby gaat zo meteen 5 topics opnoemen. En ik moet ze blind ranken van 1 tot en met 5. Yes. Oké. Meest romantische dates. Een wijnproeverij in Zuid-Frankrijk. Zo! Zo! Wauw! Zeker, oké, 2. Yeah. 2. Een candlelight dinner. Gewoon helemaal zo mooi met kaarsjes verlicht. En iemand die op de viool speelt. 3. Oké. Concert van jullie favoriete artiest. Oh, stel je voor dat je al deze dates hebt, hè? Is gewoon geweldig. Garantie op verliefd worden. Yeah. nummer 1. Ja? Yeah. Ja. Zonsopgang kijken vanuit een hete luchtballon. Je hebt 1 al weggegeven. Ja, 5. Oh, 4. Oké. En een dansles. En dan bedoel ik echt een intieme dans. Zoals Ja? Ja, 5. Ik denk als 5. Ik met stel, mijn partner... vrouw kan niet eens dansen. Ja, maar dan is het dan je vrouwtje? Jawel. Ja? Jawel. Oké, ik denk dat ik wel iemand nodig heb met ritme. Ja, want ritme, mij lijkt... ritme. Ja, oké. Maar dansen, kijk, ik kan... Nee, je hoeft niet profi te zijn, maar ik vind het wel leuk dat we dus naar zo'n danslesje kunnen. Ja. Hoe intiem is dat als je samen lekker een avondje in Spanje en er wordt straatmuziek en je pakt je partner en je doet een lekker salsa dansje? Jij romantiseert echt soms... Ja, maar snap je niet waarom ik... Zeg maar, de realiteit is dat het misschien wel uitkomt, maar hoe die danspasjes eruit zien, ziet er niet uit waarschijnlijk. Maar dat maakt toch niet uit? Ja, oké, het gaat om het idee. Ja. Ja, oké. Snap je wat ik bedoel? Ja. Anyway. Nee, maar, nice. Goeie, hè? Ja, ik denk, als ik het opnieuw mag doen, zou ik op 1, zou ik denk echt die luchtballon zetten. Ja. Ja, ik denk dat dat eng is, sowieso. Want stel, die luchtballon gaat die knap. Oké, maar daar hoef je niet over na te denken. Ja, man. Maar ik ben benieuwd, wat zetten jullie op 1? Wat heb jij op 1 eigenlijk? Oeh, ja, ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik vond ze allemaal heel goed. Ik denk, dansen is inderdaad wel onder de andere. Yeah. Maar ik vind een concert bijvoorbeeld vind ik van jullie favo-artiest, waar jullie samen echt heel erg naar luisteren. Yeah. Dat kan echt geweldig zijn. Maar een wijnproeverij is ook echt... Ja, is fantastisch. Cute. Beetje... Lekker wine drunk. Ja. Ik zit daar heel wat te fantaseren. We hebben een stelling. En die hebben we ook geplaatst op TikTok. En deze luidt als volgt. Social media is de reden dat het lastig is om liefde te vinden. En we zijn het hier beide mee eens. Ja, of nee? Ja, toch? Ja.
Tinder, Bumble, Hinge, Raya. Wat heb je nog meer? Maakt niet uit, als het maar een swipe ding is. Ja. Ook Instagram. Ja, met, ja, ja. Vooral die feature met likes nu, de story likes. Ja, die ja, ja. Is dangerous. Ja, 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 ja. Story likes ja. Maakt relaties kapot. Nou, eigenlijk dus niet, omdat het dus zo sneaky is. Maar ik denk dat het heel... Maar het is een beetje een grijs gebied. Want soms like ik ook gewoon een story waarvan ik gewoon oprecht vind van, oh, dit is echt hard. Ja, maar dan is het waarschijnlijk niet een selfie of een bikinifoto, toch? En als je dat wel doet, dan moet je niet in een relatie. Maar die like ik niet, die like ik nee, niet. Nee, precies. Maar ja, die like is wel gevaarlijk daarin. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar heb jij dat mannen bij jou die in een relatie zitten, of single zijn trouwens, je nou story ja, als liken? Er een selfie in de story is, dan wordt het wel meer gelijk dan een daily struggle. Maar ja, aan de andere kant ook wel logisch, toch? Want wat nou als een selfie oprecht, en dit kan ook gewoon, wat nou als een selfie oprecht heel mooi is? Dan hoeft het niet per se... Ja, maar als jij in een relatie bent, dan hoef je... Ja, oké, okay, even los van ja, okay. De relatie. Ja, dan mag je het hartstikke graag liken. Ja. Toch? Maar dan hoeft het niet per se een move te zijn van, yo... Nee, maar dat is het vaak wel, in deze wereld. Ja, dat wel. Ik weet niet in welke wereld jij leeft, maar... Ja, ja, ik weet niet. Nou ja, nee, oké, okay, nee. Je hebt gelijk. Nee, maar ik ben het ermee eens, omdat, kijk, dingen worden wel gewoon gemakkelijker. Ik heb het gevoel, als spreek ik voor mezelf, kijk, ik zit nu niet meer echt op dating apps, voorheen wel. Maar dan was het gewoon, ik merkte ook bij mezelf, ja, gewoon swipen en dan checken gewoon van eerst iedereen swipe. Ik zit niet meer op dating apps, even dat even. dit is verjaard. Maar eerst iedereen swipen en dan bij de likes checken van oké, okay, nee, jij past eigenlijk niet bij mij, ontmatchen. Dan kijken ik heb sowieso nooit over. Dating apps gedaan. Yeah. Althans, niet om echt serieus te... Yeah. Te swipen, maar ik vind het zo'n aparte insteek. Ja, maar het is voor ons, zeg maar. Want ik wie is ons? Ik en jij gewoon. Oké. Okay. Want ik zeg maar, ik hou van real life gewoon. Ja. En want dat zijn mijn skills ook, snap je? Mm-hmm. Stel ik moet jou FaceTime of jij stuurt mij een appje. Dan FaceTime ik je. Ja. Snap je? Heb ik ook als ik date. En sommigen vinden dat niet chill, dat moet ik wel zeggen. Na een eerst moment heel snel naar FaceTime. Ik vind dat fantastisch. Chills, ja, man. Je kan niet meer echt schuilen achter je telefoontje. Snap je? En het chatten en dat soort dingen. Maar ik denk dus dat door Tinder en al die andere apps is het dus gewoon makkelijker geworden. Want ja, het enige wat je moet doen is swipen, een beetje praten. En dan kom je al bij de date, het zeg afspreken. Maar. Ja. Ja. En wat je soms ook bij anderen ziet, is dat ze heel goed online chatten zijn. En in maar in het is het... Ja, 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 in het echt is het... Letterlijk. Dan opeens zijn je ballen weg. Ja, man. Ja. Ja. Dus nee, ik ben het wel met de stelling eens, man. Ja, ik ook. Maar ik moet er wel ook bij zeggen... er zijn ook heel veel relaties en ook getrouwde stellen... Door een Tinder, door een Bumble, door al die dating apps. Dus ja, maar dan moet je net die ene persoon vinden op die app die dus wel ook daadwerkelijk voor een relatie op zoek is. En 90% is niet op Tinder voor een relatie. Ja, maar ja, je hebt natuurlijk wel heel veel apps. Ja. Gewoon wat ik probeer te zeggen is dat het werkt dus ook voor heel veel mensen. Ja. Misschien voor ons niet. Maar voor een groot deel ook weer wel. Iets subjectiefs. Ja, nee, oprecht. Om het toch nog even te balanceren, zeg maar. Want ja, er is een reden waarom getrouwde stellen ook... Je hoort het ook steeds meer, hè? Ik hoorde het gisteren nog, trouwens. Ja? Ja, hoe ken je elkaar? Ja, Tinder. Wauw, applausje voor jullie. Ja, man, blijf swipen. Ja. Dus dat kan wel. Ja, Brown Sugar in onze comments, die vond... Oh, Brown Sugar 39... Die vond dat het niet door social media komt, maar het versterkt wat in iemand zit. Dus als je gevoelig bent voor vreemdgaan, dan is social media een makkelijke oh, weg. Zo op die feed. Zo interpreteerde ik hem in ieder geval. Hoe interpreteerde jij deze comment dan? Ik dacht van, ja, als je... Lees nog eens voor. Ik denk niet dat het door SM... Hij noemde social media SM. Ik denk niet dat het door social media komt. Social media versterkt wel wat er in je zit. Daarnaast handelen velen vanuit ego. Ja, die ego snapte ik niet.
ik denk wat hij bedoelt, en ik kan er ook totaal naast zitten, is van, stel, jij zit in een, jij bent aan het daten met iemand, alleen je hebt het gevoel dat er nog een mooiere vrouw voor je is weggelegd, dan zit dat in je, toch? En social media versterkt het dat je oprecht ook de andere mooie vrouwen gaat zien. Ja. Ik denk dat hij zoiets bedoelt. Altijd zo pakte ik hem op, zeg maar. Ja. Ja, wat hij zegt met wat in je zit. Gewoon het gevoel dat je verder wilt kijken of dat je weet ik veel wat. Ja. Dat wordt versterkt. En als dit het ik ook... Ik hoor maar in. Ja, als dit het ook echt is, dan snap ik hem. Dan heeft hij wel gelijk, man. Ja. Want ik denk ook dat het is. Sterker nog, soms... Ik denk ook dat ik dat soms heb. Van... ik denk het niet. Ik heb dit. Van dan ben je aan het daten met iemand en dan denk je van... Dit is hem niet. Ja, het is hem toch niet. En dan zit je weer op social media en dan is het... Ja, zie je? Ik zie heel veel andere mooie vrouwen. Zo naar. Want zeg maar, dus je bent alleen op knapheid aan het baseren. Ja. Maar diegene kan helemaal verrot zijn van binnen. Ja, ja, ja. But you wouldn't know. Maar dan denk je wel dat degene die naast je zit... het niet is. Ja, true. En niet per se alleen knapheid, maar want soms zie je ook, stel iemand maakt een vlog of zo, dan zie je ook karakter namelijk. Ja. Maar dan is het nog steeds wel karakter op... Wat zij willen laten zien aan de wereld. Ja. Maar ja, ik heb dat wel eens hoor, dat ik gewoon heel vaak denk, er is nog iets beters. Ja, vreselijk. Ja, eigenlijk dit is wel, zo kut. Ja. En voor de luisteraars en kijkers, dit is wat ik me... Soms heb ik heel vaak, dan zeg ik dingen en dan besef ik me het, zeg maar nu. Dat ik het heb. Mm-hmm. En dit is zo'n moment dat ik eigenlijk denk van ja. Ja, ik heb dit niet. Dus ik ben zo bewust van wat mensen op social media kunnen zetten. Wat zij op social media zetten. Ja. Niet altijd betekent dat het de realiteit is. Ja, kijk, dat heb ik wel. Dat heb ik wel. Maar je doet er niks mee. Ja. Want vervolgens laat het je niet beïnvloeden als je dus met iemand aan het daten bent. Ja, precies. Ja, precies. Maar ik heb dat zo sterk dat het... bij mij niet een hindernis is of zo. Ja. Ja, ik weet niet. En het is wel minder hoor trouwens. Het is niet dat dit altijd het geval is. Maar het kan gewoon nog wel eens voorkomen. Ja. Dat ik het heb. Als we dan vervolgens naar het advies gaan. Ja. Voor de mensen die lopen te struggelen. Net zoals ik, want ik ben gewoon nog single as fuck. wat zou je iemand willen meegeven die ook oprecht denkt van... Nee, deze generatie, ik weet het niet, man. En ik zit er zelf in. Ja. Ja, mijn advies is, het gras is niet altijd groener aan de overkant. Oké. Okay. En al helemaal niet op social media. Ja. Maar hoe ga je er dan zelf mee om? Ja, wat ik zeg, ik heb dit niet zo erg. Ik heb niet het gevoel dat social media voor mij een ding is wat mij zou afleiden van wat ik in real life heb. Ik ben heel erg gefocust op wat ik zie. Is iemand romantisch met mij? Behandelt diegene me goed? En dan ga ik... Ik ben snel verliefd. You know me. Ik neem alles in me op wat ik meekrijg in die relatie. Daar baseer ik mijn keuze op. Ja. Ja. En daarom ben je ook single. En deze zijn stom. En jij zei het ook, ik weet niet meer wanneer we het hier over hadden, maar als je romantisch van jezelf bent, ga dan niet een spelletje spelen met de ander omdat die dan niet romantisch is, maar blijf vooral dat. Ga niet omdat, en misschien om helemaal terug te gaan, toen ik vroeg van oké, jij wacht op je bosje bloemen, koop dat bosje bloemen gewoon voor jezelf. Oh, dat doe ik sowieso. Okay. Maar wacht dus niet, want het kan zo zijn dat als je... Het heel vaak, je wilt het toch? Het is romantisch. Het is niet dat ik het wil, maar het is gebeurt gewoon niet. Gewoon van, oké, laat me voor mezelf spreken. Van, ik wil dat bosje bloemen, maar ik krijg het maar elke keer niet. Koop het zelf. Ja, maar dan is wel anders. Ja, maar dan kom je dus alsnog niet in die relatie die je wilt. Ja, je kan het inderdaad voor jezelf doen, maar je wilt van een partner dat diegene op dat level zit van romantiek. Ja, true. Maar ik denk om en dit is een oprecht advies, zeg maar, vanuit mezelf. Kijk, ik heb helaas nog niet mijn liefde gevonden. Maar ik ben dus 4 jaar single geweest. En waarom ik daar helemaal content mee ben, is omdat ik oprecht ook vind van... Ik ben helemaal cool met mezelf, zeg maar. En dit gaat weer zo filosofisch klinken, maar ik ga het gewoon even streep proberen uit te leggen. Meer gewoon van... Probeer niet andere dingen in
andere mensen te zoeken. Maar probeer eerst, zeg maar, alles van jezelf, zeg maar. Het klinkt weer filosofisch, ja. Hè? Ja, maar ik weet waarom niet hoe je dit altijd aan het einde zo? Ja, maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Mm-hmm. Zeg maar, meer gewoon van... ja, je hebt niet iemand anders per se nodig, snap je? Maar dat is wat ik ook zeg. Ja. Ik ben met alle liefde die single auntie... als het gewoon niet op mijn pad komt. Ja, ja man. Maar dat moet ook niet te lang duren. Want ik zag laatst... We gaan weer helemaal afdijken, maar maakt niet uit. Maar ik zag laatst ook een stelling van... als je te lang single bent, wordt het moeilijker. Omdat je bent helemaal gewend naar je eigen manieren. Je bent al, stel je voor, je bent 20 jaar al single en je geniet. Hè? Dan denk ik ook niet meer dat je samen zou wonen. Ja. Dan gaat het, ja. Maar dat ben ik misschien. Ik ben nu al 6 jaar single. Ja, maar meer in de zin van je kan... Ik denk echt, hoe langer je single bent, soms moet je je forceren om gewoon maar op een date te gaan. Oh, ja. Ja, want omdat anders kom je er nooit meer in. Snap je? Ja. Anders wordt het gemak. Ja. Dus laatste advies, ben je heel lang single, heb je zin in liefde. Forceer je gewoon naar een date. Je hoeft die date misschien niet eens leuk te vinden. Maar het gaat om de manier waarop. En als jullie nog iets met ons willen bespreken, onze DM staat altijd open. dailystruggles_nl. Aftertalk in de DM. Aftertalk is daar. Always. Ben je tot hier gekomen? Shout out naar jou. Vergeet niet te liken, abonneren en te subscriben. Voor alle luisteraars, alsjeblieft 5 sterren. Of 4 mag ook, toch? Ja. En dan zien we jullie gewoon volgende week woensdag weer. 7 uur. Ik zie je daar. Ciao.